Magnetron. Voor 780 gulden kies jij een hele mooie magnetron, dan blijft er 820 over. En voor 770 de massagemat. Oh, dat is zo lekker, Marjorie. Dat is, heb ik een keer geprobeerd vlak voor de uitzending. Heerlijk. Een massagemat voor 770, dat is dan nog 50. En die gaat mee naar ronde nummer 3. Gaston, twee hele fraaie prijzen van Marjorie. Ik zal het je vertellen. Maak zonder hak of breekwerk van je gewone badkuip een massagebad. Je zult je heerlijk ontspannen als je samen met deze massagemat een bad neemt. Een prijs te waarde van 770 gulden. Door de 100 watt extra vermogen staat jouw bereide maaltijd binnen een mum van tijd op tafel met deze mooie magnetron. En je zult versteld staan van het gemak dat je zult beleven van deze keukenhulp te waarde van 780 gulden. En deze prijzen gaan door onze leutige dame uit Sliedrecht. Van harte! Kijk eens hoe leuk ze er inderdaad bij staat. Voordat wij naar ronde nummer 3 gaan, geven we altijd even de tussenstand. En in die tussenstand moeten wij constateren dat helaas Wilma nog helemaal niks op het scorebord heeft staan. Maar Wilma, treur niet, kan allemaal gaan veranderen. Op de tweede plaats staat Marjorie met 1550 gulden. Aan de leiding gaat Henry met 2940 gulden. Wow. Ronde nummer 3, hoogste geldbedrag nu 4000 gulden. Er blijft twee keer bankroet in het spel. De verliesbeurt die is weer terug, de joker is er nu uit. En de bonus is er in de vorige ronde niet uitgegaan, dus die blijft lekker nog even in het spel zitten. En onze winkel natuurlijk, hè, die is weer groter, die is weer fraaier, die is weer duurder, die is kortom, spik, splinternieuw. Derde ronde gaan wij op zoek nu naar een persoon. In het totaal 11 letters en Wilma mag gaan draaien. Een persoon zoeken wij. Eens kijken, Wilma, wat ga jij doen in jouw eerste draai, derde ronde? Je komt uit op 57. Een G? Een G van Gerard. Nee, jammer, misgerokt. Zijn Marjorie gaat. Marjorie, Marjorie, nog eentje. Ja, je hebt een de bonus. Pak hem af. Goed zo. Laten we even zien. Ja, je zit nog niet in Monastier, hoor. Je moet er nog even iets voor doen. 350 gulden is de waarde die eronder ligt. Daar mag je de medeklinker voor noemen. De R van Richard. Een R, ja. En hij is goed. Een 1 R. Goed. En draai met. Wij gaan op jacht naar één persoon. 11 letters. Marjorie gaat goed. Heeft een... Oh, Marjorie. Ja, gelukkig. 54. De S van Simon. S van Simon. Nee, jammer. Henry, ga maar door. Henry, daar komt een verliesbeurt, daar komt een verliesbeurt, maar dan ga je net aan voorbij 400. De M van Marie. Een M. 1 M. Ja. Henry, jij komt op 600. De C van Cornelis? Een C? Nee, jammer. Wilma, ga maar door. Een persoon. En Wilma. Bankroet, niks aan te doen. Het is Marjorie die verder mag gaan. Je had gelukkig nog geen geld, Wilma, maar het blijft heel vervelend. Even kijken, Marjorie, wat wordt het? Jij hebt geen gevaar, 550. De T van Theo. Een T, nee, helaas. Henry. Ja. Hindert niks. Ja, zet maar op je neus, dat let maar neer. Ook voor jou dreigt er geen gevaar, je komt op 200. De D van Dirk. De D van Dirk. Luister, Henry. Twee keer zit je erin. En voor het misschien een stuk duidelijker, ga maar door. 800 gulden op het scorebord. En je komt uit op 400 gulden. De L van Leo. Een L? Nee. Nee. Wilma, ga maar door. Welke persoon zoeken wij? Ingewikkeld persoon. Maar we zullen erachter komen. Met of zonder de hulp van Wilma, we gaan hem bekijken. 300 gulden.
De P van Pieter. Een P. Ja, zit er één keer in. Wilma, je bent vlak bij die 2000 en je haalt hem. Goed, en nu wel goed. De H van Hendrik. De H, ja hoor. Nou, 2000 komen erbij. Daar gaat de sirene. Ik heb geen medeklinkers meer. Je moet het of zeggen of een klinker kopen. Ik wil het woord zeggen. Ja, ga je gang. Eddie Murphy. Eddie Murphy. Thuis staan. Deze beroemde zwarte Amerikaanse filmacteur, natuurlijk vooral bekend geworden door zijn rol in de Beverly Hills Cop. En op het ogenblik is hij in de bioscopen te zien in de nieuwe film van hem waarin hij de hoofdrol speelt, namelijk Another 48 Hours. Wilma, die mag prijzen gaan kopen uit onze winkel en ze mag het gaan doen voor een totaalbedrag van wel eens 2300 gulden. Ga je gang. Dan wil ik voor 2220 gulden de kleuren tv. Voor 2220 gulden kies jij een kleuren televisie. Dan werd er nog, ja, 80 gulden over. Nou, en dan krijg je een waardebon voor. En Gaston weet precies wat die waardebon inhoudt, hè Gaston? Wilma, ja. Die waardebon, daar kan jij uit deze catalogus naar eigen keuze een aantal prachtige boeken of cd's kiezen. Dat wordt uiteraard een moeilijke keuze. Succes daarmee. En dan je andere prijs. Voorzien van het populaire formaat beeldbuis van 54 centimeter en een krachtig hi-fi geluid is dit een kleuren televisie met teletext. Natuurlijk is hij voorzien van aansluitingen voor onder andere video, camcorder en cd-video. Een kleuren televisie te waarde van 2220 gulden is voor jou. En Wilma, die is er heel gelukkig mee. Terecht natuurlijk. Wij gaan zo dadelijk de spannende superronde spelen. En dat betekent altijd weer afscheid nemen van twee kandidaten. Maar ik moet zeggen, alle kandidaten hebben gelukkig prijzen gewonnen vandaag. En dat vinden we altijd heel erg fijn. Op de derde plaats is geëindigd Marjorie met 1550 gulden in het totaal. Tweede is geworden, nog derde te val reed met 2300 gulden. Wilma. En de winnaar tot nu toe is Henry met 2940 gulden. Bravo. U weet het al, de tramchauffeur uit Amsterdam die mag mee met Hans naar de hoofdprijs. En u kijkt er al naar. Een luxe keuken uitgevoerd in hoekopstelling. Dat is de hoofdprijs van dit Rad van Fortuin. Completer kun je hem niet krijgen. Hij is voorzien van extra hoge kasten, een keramische kookplaat, een grote afzuigschaal en een koelvriescombinatie. En door zijn afwerking met chroomkleurige lijsten en stijlvolle deurgrepen is deze keuken, Henry, echt een lust voor het oog. Succes! Nou Henry, daar staan we dan. Moment suprême noemen ze dat wel eens, chic. Je weet hoe het gaat, hè? Kan je die keuken überhaupt plaatsen? Ik heb besloten als ik een winden bouw voor in huis. Alleen. Dan ga je er een huis bouwen. Ja. Oh, wat goed. Is je vrouw dat had of niet? Die weet het. Oh, die weet dat. Als je er wint, gaat er een huis gebouwd worden. Nou, ik ben benieuwd. Het is geen makkelijke opgave, dus het is nooit. Maar ja, als je maar net toevallig de goede medeklinkers noemt en de goede klinker, ja, dan kan je goed zitten. Hè? De laatste dagen zijn er heel veel hoofdprijzen uitgegaan. Wij zoeken vandaag flora en fauna. 11 letters in het totaal. Ga je gang. De K van Karel. De K van Karel. De T van Theo. De T van Theo. De B van Bernard. De B van Bernard. De S van Simon. S van Simon. De L van Leo. L van Leo. En je klinker wordt de A. De A. We gaan kijken. Zijn er niet veel, Henry? Naar de naam de vliegenzwam. Ja. Helaas, niks aan te doen, maar je mag terugkomen. Okay, doe je dat? Ja, gelukkig, hij komt terug. Ik moet alleen werken morgen. Oh man, we regelen het met het VEB. Hij komt in ieder geval terug, hoor. Maak je gezorgd. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dag. Ik weet zeker, Harry, dat jij vanmorgen een dag vrij krijgt van de baas. Want dit spel mag toch niemand missen. Niet getreurd, want je hebt ook nog een mooi prijzenpakket. De waarde van 2940 gulden in de wacht.